Hey, dat is Princess Peach. Die ken ik. Die ken ik van die ene game. Hoe heet die? Nee, Pokémon. Het was Pokémon, sorry. Ik zit met de verkeerde game in mijn hoofd, joh. Of was het toch Zelda? Nee, het was... Het was... Dr. Kawashima's Brain Training. Hallo de mensen van Gamersplay. Welkom bij een gloednieuwe video. En we gaan vandaag weer lekker Mario en Luigi Partners in Time spelen. En ik wou eventjes kijken wat dit was, maar dit is gewoon zodat je terug kan gaan. We zijn nu aan dezelfde kant van het ding waar we waren in de vorige aflevering. Toen ging ik dood op het eind. En ja, door zo'n ding. En nu wil ik eigenlijk niet meer tegen ze vechten. Maar waarschijnlijk ga ik het toch doen. Maar ik... Oh, wacht. Wacht eens eventjes. Ik heb genoeg ice flowers. Ik bedoel, hey, we kunnen er wel wat gebruiken. Ik bedoel, die zijn eigenlijk voor boss battles. Hè? Maar we mogen ze ook een keertje voor niet boss battles gebruiken, toch? Ik vind van wel. Ik vind van wel. Vind jij ook van wel? Doe dan. Het, grap heb ik vorige aflevering al gemaakt. Ah, fuck it. Recyclen is goed voor het milieu, toch? Of niet dan? Nee, oprecht. Recyclen is goed voor dit milieu. Dus ja, dat doe ik dan ook maar eventjes. Ah, nee. Nee, nee, nee. Baby Mario mag niet dood. Dat eventjes goed in de oren knopen. Zoals ze dat heel mooi zeggen. Nee, dat wou ik helemaal niet. Nee. Ah, nu gaat er een... Dat vind ik zo gemeen. Vind ik echt gemeen. Nee, ik wil helemaal geen broflowers. Ik wil ice flowers doen. Jij game dat je daar bent. Oh shit, ik dacht eventjes niet na en dacht, oh ja, ik moet wel met Baby Luigi beginnen. Ik hoef helemaal niet met, ik bedoel Baby Mario, wat? Ik hou ook alles door elkaar, wat ben ik mee bezig? Mario en Luigi, Partners in Time, heel toevallig. Nee. Ik kan wel 10 keer 9 zeggen, maar daar wordt het niet anders op. Oké, okay, ik ga hem proberen met alleen Baby Luigi te verslaan. Nice, hij is stunt. Ik snap niet waarom als hij stunt is, dat die UFO, zeg maar, want ik weet niet wat voor vliegend object het is, dus het is voor mij een UFO. Ja, ik weet niet. Ik ben nu helemaal mijn verhaal kwijt. Ik weet niet waarom, oh ja, ik weet niet als hij stunt is, waarom hij niet zou kunnen aanvallen. Maar maakt me ook niet zo heel veel uit. Ik bedoel, laten we eventjes healen trouwens. Dat lijkt me wel iets... Iets wat slim idee-achtig. Ja, dat beetje. Laten we in op Mario. En dan kunnen we... Ja, dan Super Mushroom. Dan heeft iedereen redelijk wat punten. Kijk, hij zit zo dichtbij. Full health. Hij niet zo. En Baby Luigi ook niet zo. Maar hij... het kan erger. Ze kunnen erger dichtbij niet full health zitten. Dus ja, dat. Laten we... nee. Huh? Hoe doe ik dit? Nee, nu doe ik het alsnog verkeerd. Ik wil A en dan, ja. Oké, okay. Nu ineens doet hij het wel. Zo net deed hij het ook eventjes niet. Wat? Oh, nu komt er weer zo'n ding. Oh, maar wacht, huh? Maar ik wil wel even weten wat dit hier doet. Oh, kijk. Dat is sowieso nice. Trampolines, ja, die gebruik ik niet zo. Maar die kunnen we altijd nog verkopen. En dat we daar dan broflowers verkopen of zo. Of eyeflowers mag ook. Maar hier zit ook dat er een... Ja, daar komen we niet... Oh, wacht eens eventjes. Daar kom ik niet op. Daar kom ik misschien wel op. Wel als ik misschien zo doe. Nee, ook niet. Oké, dan... Nou, het valt te proberen, of niet dan? Ja, nee, oprecht. Het valt oprecht te proberen. Maar anders probeerde ik het niet. Oh, Sander, wat ben je grappig? Nee, ik ben helemaal niet grappig. Jawel, ik ben wel grappig. Hou je kop. Oké. Oh, dat was raar, Sander. Hou je mond. Ik voel me al kut genoeg zonder jou. Ja, nee, oprecht. Ik voel me echt al kut genoeg zonder jou. Ik voel me helemaal niet kut. Haha, prank. Ik weet niet of... Nou, ik voel me niet... Nee, ik voel me niet kut. Dat sowieso. Ja, laten we het daar maar op houden. Ja, en dan denk je nu vast. Sanne. Dus... Wat, hè? Ik kan ook niet... Kijk... Ik kan ook niet zeggen dat ik me 100% oké voel. Hè? Ik bedoel, er zijn altijd wel dingetjes die niet helemaal... Maar, ja, weet je, ik bedoel, maakt het niet zo uit. Ik bedoel, ik ben er. Ik leef mijn leven. En daar gaat het om, toch? Daar gaat het om, toch? Toch?
Ik bedoel, ik ben niet depressief en dat is het een goed teken, denk ik. Dus ja, ik ben gewoon niet 100%. Ja, ik bedoel, ik weet echt niet hoe ik het moet zeggen. Ik weet, nou, ik kan het wel in het Engels zeggen, maar ja, weet je waarom zou ik, als ik het niet eens in het Nederlands kan zeggen, nou ja, ja, laten we het zo zeggen, ik voel me oké, maar ik voel me niet, goed, dat is het, dat zocht ik. Ja, ik kijk, in het Engels is het, I'm okay, but I'm not fine, ja, dat is het. En dat zocht ik. Dat, ja, dat is eigenlijk ook een quote van een liedje. Weet jij welk liedje het is? Ik bedoel, ik weet het. Ik wist het, zou het eerst ook niet geweten hebben. Maar ik weet, omdat Against Current een band die heel goed is. Die heeft het liedje gecoverd en daardoor wist ik het. En toen dacht ik wel, ja, zo voel ik mij op dit moment. En ja, dat is wel handig als je weet hoe je je voelt. Soms. Maar soms hoeft het ook niet, weet je. Ik bedoel, het is niet altijd... Ik weet niet eens waar ik... Meestal is het wel gewoon beter als je weet hoe je voelt. Maar als je depressief bent, dan kun je beter niet weten. Want dan, waarom gaan we helemaal hier naartoe? What the fuck? Waarom... Oh! Nou, dan gaan we direct even 7. Want ik ging voor de aflevering ook al... Oh nee, dat moet ik niet zo. Dan... Ja, ik wil even 7. En dan weet ik zeker dat als ik nu doodga, dat ik hier... een save punt heb. Of zoals ze dat in het Engels heel mooi noemen, een save point. Ha, je daar eigenlijk een heel ander ding ging oproepen. Nee, opnoemen. Nee. Ha, prank, kill. Ja, dat zeg ik ook echt veel te vaak. Moet ik echt niet meer zeggen. Straks denken mensen oprecht nog dat ik Armo was en Riot en Snap King fanboy zijn. Nou, als ik iets niet wil zijn, dan is het wel een fanboy van hun. Maar ja, ik denk dat niemand dat wil. Zou iemand dat willen? Ik bedoel... Ja, oké, misschien mensen die niet helemaal oké zijn in hun hoofd, zeg maar. Maar, wat shit, wat? Oh. Oh, yo, dat is nice. Try to block it. Replay game, nou, oké. Tom knew it. Waarom praat je in de derde persoon, is dat toch? Rules easy. Lots of gems. Ja, oké, gewoon. Got it. Good, go. Ja, oh, ik dacht dat hij wou gaan zeggen, ja, als je het hebt. Nee, ik raak nu al helemaal in de war. Jezus, Sander. Dat moet je echt niet doen. Nee, waarom doet hij nou niet X-back? Nee, hoeveel seconden had ik? Nee, oprecht, hoeveel seconden had ik? Ik denk niet dat ik het ga redden. Ik denk oprecht niet dat het goed gaat komen. Zoals het er nu naar uitziet, ja, ik heb geen idee. Fuck, ik ga het nu al niet redden, of wel? Nee, ik ga het nu sowieso al niet meer redden. Nee, ik weet ook niet hoe je... ik ga gewoon zoveel mogelijk. Ik bedoel, oh wacht, ik kan ook gewoon rustig gaan. Ik had hem nog op versnel... Ik ben ook zo'n sukkel soms. Ah, geen wonder dat ik me niet oké... Of dat ik me oké voel, maar niet goed, zeg maar. Hè, ik doe gewoon domme dingen. Of wat? Maar we hebben wel gewoon bijna 30. Ik bedoel, 30 waren ze toch allemaal? Of moesten we gewoon zo van, yo, als je minimaal 30 hebt, dan weet ik dat je goed bezig bent en zo. En ja, time's up. Oké. Okay. En nu? 12, you got good. You do it. Now you hit the block, you climb up. Wat? Oh, wat? Oké. Okay. Reach it. X. Ja, oké. Okay. What the fuck? Oh, dan gaat hij... Oké, okay, ja, ik denk al van... Waar is hij mee bezig? Dit is geen game. Dit moet gewoon... Omdat het moet, zeg maar. Ja, Sander. Nee, joh. Nee, maar ik bedoel... Dat is geen minigame of zo. Dat moet gewoon van de game. Het is gewoon zo van... Ja, Sander, je bent kut. Ja, doe dit maar, want anders haat ik je of zo. Nee, dat stookt niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Mama. Ja, dat was echt een heel slechte grap. Sander, doe dat nooit weer. Ik kan niks beloven. Ik kan mezelf niet beheersen. Ja, ik kan mezelf ook beheersen, maar...
Ja, hè. Ik bedoel, ja, nee, ik bedoel gewoon. Ik weet niet eens wat ik bedoel. Ik weet het ook allemaal niet meer. Het leven is zo lastig. Nee, het leven is wel echt lastig soms, maar. Hè? Ik vind het zo raar, want dit gaat zo tegen mijn gevoel in. Want die pijpen, die gaan naar onder. Oh, ik zei pijpen, haha. Sander, waarom doe je dat nou weer? Ik vind het zelf ook niet eens grappig als mensen doordenken, maar toch zei ik het. Ja, die pijpen, die gaan naar beneden. Maar als je hier naar beneden gaat, dan ga je naar boven. Dat gaat tegen mijn gevoel in of zo. Ik wou hem versnellen, maar hij stond al versneld. Dat helpt niet echt. Hier was ook een blokje. Kunnen we daarbij? Ja, daar kunnen we gewoon bij. What the fuck? Dat is niet. Ik had verwacht. Oh, we moeten weer een puzzeltje of zo doen. Gaat hij nu al? Hey, wacht eventjes op ons, bitch. Ik bedoel, vriend. Ik bedoel, Tomp. Ik bedoel, Twemp. Ik bedoel, Twamp. Ja, dat bedoel ik. Je weet wat ik bedoel. En anders dan. Weet je het niet? Ja. Ik kan er moeilijk iets anders van maken. Hey, dat is Princess Peach. Die ken ik. Die ken ik van die ene game. Hoe heet die? Maar. Nee, Pokémon. Het was Pokémon, sorry. Ik zit met de verkeerde game in mijn hoofd, joh. Of was het toch Zelda? Nee, het was. Dr. Kawashima's brain training, dat. Ja. I'm bringing him on board as my part. And the two of us trash him. This is the real deal. Winner take all. Oh, wat? Nee. Nee. Hier had ik niet op gerekend. Hier had ik echt niet op gerekend. Waarom, jongens? Moet dit nou? Moet dit nou? Schijnbaar moet dit. We zijn wel geheeld op een of andere manier. Maar, hè? Oké, nice. Denk ik. Ja, ik vind het best oké en zo. Maar ik had het eventjes niet aanzien komen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo oké. Ik zeg al dat ik het oké vind, maar ik vind het helemaal niet oké. Stop met het oké vinden. Nee, ik vind het ook niet oké. Dus dat scheelt. Dus dan hoef ik daar tenminste niet mee te stoppen. Oh, net als roken. Daar hoef ik ook niet mee te stoppen. En net als met andere dingen die ik niet doe, zoals drinken, zoals eten op dit moment. Ja, toch eet ik op dit moment niet. Het spijt me. Maar waarom jumpte ik ook alleen met Mario? Ik bedoel, ben ik kleurenblind? Ja, ik ben kleurenblind. Nee, ik ben niet kleurenblind. Trouwens, alsnog, ik heb even een ene gebruikt, by the way. Maar alsnog, als zou ik kleurenblind zijn, dan je kunt ook zien aan het gezicht. Die staat of omhoog of omlaag. Dus ja, weet je, het is eigenlijk gewoon heel dom, die opmerking. Maar hè, dat heb ik wel vaker. En critical, nice. Oké, doe dat niet nog een keer. Ik vertrouw ze echt niet. Beide niet. Ah, oh, zie daarom niet. Ze vallen ook gewoon twee keer aan. Daar had ik niet op gerekend. Ik denk dat ik eventjes de 1-up-mushrooms voor Luigi ga gebruiken. Want Baby Luigi heeft natuurlijk dat hij niet dingen. Bros items kan gebruiken. Dat is heel vervelend, maar ja, we moeten daar toch wel even mee dealen. En vandaar dat ik dus eventjes liever mijn 1-ups mushrooms voor Luigi spaar. Als die dan dood is, dan hebben we altijd nog twee mensen die bros items kunnen gebruiken. Ah, nee. Ik doe het weer fout ook, hè. Die. En dan hem. Dan hem weer. Oh, nu moeten we wel. Anders kunnen we alsnog geen. Ah. Oh, hij krijgt ook gewoon een hond erbij. Wat is dat voor bullshit? Jezus. Ik bedoel. Jammer, man. Oh, ik moet echt afleren om te gaan schelden. Weten jullie nog dat ik. Oh nee, dat heb ik in een Pokémon Diamond video verteld. Ik weet niet of iedereen alle series kijkt. Vast niet. Ik ga er niet van uit. Ik denk niet dat veel mensen. Alhoewel Mario en Pokémon hebben denk ik best wel hetzelfde publiek. Want het is ten eerste, het is alle twee Nintendo. En het zijn toch wel twee van de grootste game franchises van Nintendo. Die. Ja, ze zijn gewoon bekend. Daar kun je niet omheen. Tenminste, alhoewel, Zelda is ook wel erg bekend, moet ik zeggen. Ja, dan. Ja, weet je. Ik bedoel, we hebben maar één damage gedaan, gewoon puur omdat. Oh shit, ik dacht dat je moest springen, dus ik ging. Oh nee. Misschien moeten we dit wel gewoon verliezen. Heb ik ook al zitten denken. Maar nee, nu doe ik Mario. Oh, ik dacht nog zo net, hè. Van zal ik 7? Straks doe ik iets fout. Ik wil wie je nu ook dood. Ik had niet verwacht op een boss battle. Dat vind ik zo kut, hè. Want ik weet gewoon dat ik deze boss battle niet ga halen. Want
Het is een fucking Bowser. Ik denk ook eigenlijk helemaal niet dat we deze hoeven te winnen. Maar aan de andere kant, ja, weet je. Meestal komt er dan wel een kut. Waarom deed ik dat nou weer? Ik ben ook echt zo'n dom bezig. Oké, hij gaat wel gewoon door met aanvallen. What the fuck? En dan pas game over. Weet je wat? Ik laat de boss battle wel over voor... oh, wacht. Ik kan ook naar Peach Castle. Dan ga ik nu even wat spullen kopen. Ik weet niet eens welke portal eigenlijk naar dinges is. Ik denk die van Bowser. Alhoewel bij die andere staat zo'n dingetje. Nu weet ik het echt niet meer. Volgens mij moeten we nog zoveel doen in deze game. Terwijl we al zo ver in qua afleveringen zitten, zeg maar. Laten we hier 10 van doen. Ja, kan wel wat meer op zich. We hebben wel echt dit nodig. We doen 25. Dat klinkt heel veel. Hoeveel hebben we in back? Niks. Ja, daar moeten we wel even wat van hebben hoor. Gaan we hier al ons geld dan op maken? Nou, nee, dan doe ik er... Ja, 50 is wel heel veel hoor. Dat hebben we nou ook weer niet nodig. Ik bedoel, kom op. Laten we hier 20 van doen eerst. Dat is niet zo heel veel geld. En dan hier iets van... Nou, wat zullen we doen? Of hetzelfde geld aan uitbesteden? Nou, ik zorg even dat we op een mooi getal zitten zo. En dan de rest. Ja, Bros items hoeft op zich niet. Omdat we... die ice flowers en bow flowers echt wel genoeg hebben. Ik denk toch dat ik slecht ben in die copy flowers. Dus ik ga ook die toch sellen. En dan kan ik daar eventueel... Het is op zich niet... Het was op zich niet nodig, maar... Ik wil gewoon... zo'n drop. Nou, die hoeft niet. Misschien toch wat meer drops, hoor. Want... Dat is ook wel echt nodig. Kunnen we er 30 van doen. Maar. Laten we doen dat we. Nou, omdat boss battles best wel lang duren om op te nemen. Oh shit, ik deed nu prank toch. Nou, dat is balen. Maar omdat die best wel lang duren om op te nemen. Zal ik eventjes zorgen dat ik die volgende aflevering doe. Zeg maar, ik doe gewoon volgende aflevering. Zo kon ik het net. Alsof ik. Hoe heet het? Alsof ik wou zeggen van zorg ik dat ik die gedaan heb, zeg maar. Maar zo bedoelde ik het niet. Dus volgende aflevering doen we de boss battle. Dan heb ik voor nu de woorden. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Laters.